gaan we een biscuit afmaken. En ja, dit zijn de ingrediënten. 5 grote eieren, kristalsuiker, meel en hier hebben we nog vanillesuiker. En als eerste gaan we de 5 grote eieren gaan we kapot maken. Wow. Lekker vinden. Ja, en dan doen we dat weer. De vanillesuiker blijft lekker ruiken. Oei. Aanzet op. Ja. Wat nu de bedoeling is, we gaan het van deze kom naar deze overgieten. En dan gaan we deze het beslag vouwen. De bloem ondervouwen. Ja, de bloem ondervouwen. Ik zal hem losmaken. Ja, de ding draait hier. Het ziet er enorm uit bij de slagroom, maar dat is het niet. Leg je even aan de kant. Mm-hmm. En dan pak je de kom eruit. Mag ik het doen? Ja. Mag ik het zeggen wat terug? Dan kun je dat jullie het beste beeld hebben. Oké. Even kijken. Oh, het is koud. Zal ik je even assisteren? Mm-hmm.
pak je natuurlijk alles eruit, dan is het een beetje zakkenziek wat. Zo. Oh, dat ruikt naar slagroom. Nee. Of nou ja. Nee, het ruikt naar vanille-ijs. Dat is helemaal warm, of vanille-ijs. Mm-hmm. Misschien nog iets leuk om in de zomer te proberen te maken, vanille-ijs. Oké, zet ik even terug. Ja. Oké. Zit die vast weer? Nee. Goed. Dan pakken we de bloem erbij en die gaan we via de zeef er doorheen zeven. Mm-hmm. Even de goudsporen erbij pakken, de volgende lepel. Dan kom je aan de kant en dan gaan we er doorheen zeven. Mm-hmm. Het ziet er nu al echt best lekker uit. Kijk, dat zat net wat op mijn hand. Ik heb het geprobeerd. Het smaakt ook best lekker. Het smaakt naar vanille. Even opletten, want er zit er eigenlijk in. Ja. Oké, dus dit is zeg maar vouwen. Dus dit is het omschappen. Dus niet zo roeren, maar echt omschappen. Daarmee blijft het deeg lekker luchtig. Dat is wat we willen, hè. Ja. Maar het moet ook naar de bodem opscheppen. Nu gaan we doen is het slag omscheppen naar de bakvorm. De camera staat in de weg. En ik doe dit gewoon met de omscheplepel. Of ik kan het beter. Ik doe dus nu al het beslag in deze vorm. De oven is al een voorvorm op 170 graden. Die kartonnen doos is een keukenuitbreiding. We gaan de keuken uitbreiden. Ik zal nu het beslag in de oven zetten. Even de deur open doen. Ik hoop niet dat het super heet is. Ja, dat is wel. Zo. Ik heb het erin. Oh, 35 minuten. 35 minuten. We gaan nu voorbereidingen treffen voor crème te maken. Ja, dat gaan we daar ook doen met een zacht slagroom. De melk komt erbij. Of de camera. Hm.
Nog 50, 200. Wat ongeveer, hè? Mm. Dat wil ik ook nog vertellen. Het recept voor deze taart staat ook nog even in de beschrijving, zoals eerst altijd. Dan kunnen jullie het ook eens zelf maken. Goed. De poedersuiker 200. 245 gram, hè? 200 gram poedersuiker. Zo, we hebben genoeg gestoven. Ik had je brandalarm af. Dan het 8 gram. 6. Zo. Bloem 7. Ja. Wat gaan we hier nog bij weer? Je kan de dikheid testen met deze prikker. Als je hem namelijk erin prikt. Als hij te dun is, valt hij weer om. Maar als hij dik genoeg is, dan blijft hij rechtop staan, wat hier het geval is. Hij blijft rechtop staan, maar hij is dik genoeg om, ja. We gaan die omschudden naar de pannen, naar de kommen. Dan moet hij even afkoelen. En daar blijft hij even staan. Is de boter in die meetkom? Hier een lepeltje van de extract op. Ja. Lekker uitgebrengd worden. We zijn dus nu, of ik kan dus nu mixen. Die vanille extract moet er helemaal door. We gaan de slagroom maken. De wat? De slagroom. Even iets uittesten. Ik heb nog vanille. Dat komt aan de oren of.
zijn ongeveer 2 eetlepels vanillesuiker. Oké. Dat zijn ongeveer 2 eetlepels vanillesuiker. Ik doe hier al circa 200 ml slagroom. Jeetje, dat is lekker melk. Ja. 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 De eerste keer in de kookshow. En vandaag is het precies 1 jaar geleden. Dus dat betekent dat ik al 1 jaar YouTube doe. Het was juni 2020 en ik begon met mijn kanaal. Daar kwam de eerste video online. En daarvoor zijn we deze taal te maken. Daarom maken we een verjaardagstaal. En ja, wij hebben een iets gekocht daarvoor. Mijn embleem staat op e-papier. En ja, dat kunnen we dadelijk uitsnijden en op de taal plakken. En dat is een videovlog staart. En dat gaan we als eerste op de taal leggen. En daarna doen we slagroom. In de tussentijd wordt de slagroom in de spuitzak gedaan. Kijk of ik hier ben gekomen. Moet je van de onderkant dicht houden, want anders. Dan zie je echt hoe moeilijk recht snijden is eigenlijk. Nou. De stukjes die ik gesneden. Haal ik er nu af. Die niet nodig zijn. Het witte. Ik heb het zo recht mogelijk geprobeerd. En zo ziet het er dan uit. Dit is zo. Ga je het overnemen zo? Ja. Dan leggen we dat. Zo ziet het er dan nu uit. We hebben een kaarsje neergezet. Dat is toch muziek bij. Of nee, toch niet? Dus ja, nu uitblazen. Yay! We hebben nooit wat die smaakt. Nee hoor. Helaas is er wel wat water er naartoe gelopen, maar ja. Voor de eerste taal is het echt prima. Dus we hebben er langer gewerkt, we hebben er aardbeien bij gedaan. Oké. Oké, Oh, ik heb nog pruimen. Oh, jammer. Ik kan een stukje ermee pakken, maar... Echt lekker. Nou, dan gaan wij allemaal mee eten, hè? Ja, ik vind het echt een 10 waard. Ik ga door eten. Later.